die periode kon ik op een gegeven moment eigenlijk alleen nog maar een dichtvorm schrijven. Is dichtvorm makkelijker? Nee, of zit daar meer gevoel in? Je moet heel lang, je moet heel goed nadenken over wat je wilt zeggen. En dat probeer je dan in een paar woorden te vatten. Dat is eigenlijk veel moeilijker. Daarom is het ook veel mooier. Vind ik. Niet meer kunnen praten, is dat letterlijk niet meer kunnen praten? Of is dat meer een soort verstilling van binnen? Ik denk dat laatste. En dat zorgt er eigenlijk voor dat schrijven de sleutel wordt om de stilte te openen. Je moet er gewoon vanzelf achter komen. Je moet gewoon alles herbeleven. Ja. Want dat was wel de grote achterliggende gedachte van dat herbeleving de manier is. Ja, om het probleem te vinden. Ja. Te herkennen. Het punt van herkenning is heel duidelijk geweest. Een collega van me in het centrum. Die hield op een gegeven moment in geuren en kleuren een verhaal hoe hij overleefd had. De man had een hele fijne neus voor mensen die bezig waren dood te gaan. Dus daar had er niet alvast het eten van en de kleding. Toen ben ik geëxplodeerd. Toen kreeg ik Jan Maak helemaal af. Het grappige was dat hij zei tegen mij dat hij precies begreep wat ik had. Hij zei, ja, maar ik weet heel precies wat je voelt. Dat was dan ook wel weer leuk. Het enige wat zij konden doen was natuurlijk ook luisteren. Was luisteren. Dan heb je toch het gevoel dat er begrip voor is. Dat is wat voor heel veel mensen uit Indië de bittere waarheid is dat er geen begrip was. Voor het Indische gebeuren is nooit begrip geweest. Men heeft gewoon collectief afgesproken. Die mensen uit Indië negeren we gewoon. En dan verdwijnen ze vanzelf. Dan gaan ze vanzelf, sterven ze wel uit, maar dat gebeurt ook. Maar de meesten zijn heel bitter dood gegaan, hoor. En weet je, ik zit aan de gelukkige kant van de schaal. Waarom denk je dat ik die wet van het Indische verzet heb moeten uitvoeren? Omdat niemand anders dat... Omdat de heren ambtenaren zeiden, dat doen we niet. Voor die mensen doen we niet, dat doen we niet. De Kamer had het ze opgedragen, er was een officiële wet gekomen en ze zei gewoon, we doen het niet. Daarom moest ik het doen. Ik ben officieel benoemd tot coördinator van de oorlogswetgeving. Ik was afgekeurd en bovendien onbezoldigd, gewoon ambteloos burger. Dan kan je nooit een officiële ambtelijke opdracht krijgen. Zwart op wit. Hoe zou je dit, als het nu zou gebeuren... Hoe gaan mensen dit noemen? Ze ontkennen gewoon dat Indië een Nederlandse kolonie was. Is dit dan geschiedvervalsing bijna? Ja.